XRP naar $500 op de zeer korte termijn. Het zou moeten gebeuren vanaf nu binnen 2 en 7 maanden. Volgens Wells Fargo Manager. Nou, als een manager van Wells Fargo dat zegt, dan moet het wel kloppen natuurlijk. Die heeft best wel wat credibility, zou je zeggen. Maar het is gewoon ontzettend stom om dit soort uitspraken te doen. En er zijn heel veel van dit soort predictions die gewoon simpelweg niet kloppen en niet realistisch zijn. Waarom? Ga kijken naar de market capitalization van XRP. En dan zal je zien dat het binnen nu en 7 maanden absoluut niet mogelijk is. Ik denk zeker dat XRP naar deze prijzen kan gaan. Maar over veel langere termijn. En dan spreken we over jaren. En verschillende bullmarkten die hier ook bij zijn geweest. En natuurlijk ook de rechtszaak die uiteindelijk volledig over is. Laat me weten wat jouw XRP voorspelling is op de korte en ook op de lange termijn middels een reactie. Ik ben wel even benieuwd.